Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits met Dag van de Bouw in Apeldoorn. Hotel Stories in Coda. En Korenfestival in Centrum. Afgelopen zaterdag werd er voor de 7e keer de Dag van de Bouw gehouden. Ook in Apeldoorn konden nieuwsgierigen naar een aantal bouwprojecten kijken en informatie krijgen. De bouwput aan het Brinkpark, waar een ondergrondse parkeergarage komt, was een van de bouwprojecten die voor het publiek werd opengesteld. Boven de twee laagste parkeergarage verrijst straks een park van 12.000 vierkante meter, waarbij de grift een belangrijke rol gaat spelen. De werkzaamheden aan het Brinkpark zullen naar verwachting in het voorjaar van 2013 zijn afgerond. Ook de bouwplaats Boog en Cluster aan de Molenstraat was te bezichtigen. Het appartementencomplex langs het kanaal valt straks op door de loopbrug over de Molenstraat die twee wooncomplexen aan elkaar verbindt. Dag van de Bouw, het is de 7e keer en de Dag van de Bouw wordt georganiseerd om mensen erop te wijzen dat er in de bouw dringend behoefte is aan technische mensen. Alleen op dit moment, nu de crisis is, hebben we natuurlijk daar niet zoveel mee te maken. Alleen we gaan op termijn een tekort krijgen aan mensen in de bouw. Vandaar dat dit initiatief blijft en wij daaraan meedoen. Bovendien zijn wij een Apeldoorns bouwbedrijf en vinden we het belangrijk dat we laten zien wat wij kunnen. En dat we ook aan de omgeving laten zien waar we voor staan. Een beetje vergelijkbaar met de Dag van de Techniek. Laten zien wat er gebeurt, maar ook laten zien dat er mensen nodig zijn. Ja, precies. En laten zien dat er wat dingen veranderd zijn in die sector. Hè? Dat er andere technieken worden toegepast. Dat er veel meer wordt samengewerkt. Ik ben ook erg enthousiast over alle partners die hier vandaag zijn, die ons helpen. Gewoon belangeloos. Want ja, het is wel een vrije zaterdag voor iedereen. En ja, veel jongelui, maar ook veel mensen die gewoon willen weten of er iets veranderd is. Ja. Hoe is het met de belangstelling? Wij mogen absoluut niet klagen. We hebben van tevoren schattingen gemaakt, afhankelijk van het weer en ervaring in andere jaren. Maar dit heeft onze stoutste verwachtingen al overtroffen. De Dag van de Bouw is een onderdeel van de imagocampagne De Bouw Maakt Het, die Bouwen Nederland met haar leden voert. In het museum van Coda is de tentoonstelling Hotel Stories te bezichtigen. Het initiatief komt van het hogere hotelonderwijs Saxion in samenwerking met Coda. Saxion viert haar 10-jarig bestaan en wil met deze expositie het hotelwezen door de jaren heen onder de aandacht brengen. Behalve attributen is de expositie Hotel Stories ook voorzien van film- en muziekfragmenten. Hotels zijn eigenlijk veel spannender dan wat we normaal denken. Je kunt denken een hotel is een saai gebouw met kamers met dichte deuren. En ik was eigenlijk gefascineerd door wat er achter die deuren gebeurde. Dat wat iedereen natuurlijk wel heeft, die nieuwsgierigheid. En ik wist dat er heel veel films gemaakt werden in hotels. Dat er heel veel popsongs geschreven waren in hotels. Dat er boeken geschreven waren in hotels, verhalen. Dus ik ben begonnen met het verzamelen van verhalen uit hotels. We hebben er beeldende kunstenaars bij gehaald. We hebben het Lloyd Hotel erbij gehaald. We hebben Bilderberg heeft meegewerkt met verhalen van barmannen. We willen gewoon laten zien van hotels zijn overal en daar gebeurt heel veel. Er gebeuren spannende dingen. En mensen onthouden hotels ook vaak voor de dingen die daar gebeuren. Kijk maar naar John Lennon en Yoko Ono. Die gebruikten het hotel als een podium voor hun actie Bed Peace. Heel erg beroemd geworden in het Hilton Hotel in Amsterdam. En zo hebben natuurlijk heel veel mensen hebben inspiratie gevonden in hotels. Leonard Cohen, absoluut. We hebben het Chelsea Hotel, daar sta ik nu net ook bij. Het Chelsea Hotel is een heel beroemd hotel vol met kunstenaars, legendarische kunstenaars in New York. Het is helaas op dit moment wordt het gerenoveerd en het wordt gesloten. Maar we hebben een kunstenaar gevonden, Linda Truller. Zij is gekomen naar Hotel Stories. Ze heeft haar fotografie meegebracht. Ze heeft ook weer kunstenaars gefotografeerd die in dat hotel verbleven. En ze heeft een soort een tribute, zoals zij dat noemt, een eerbetoon gemaakt aan het Chelsea Hotel. Eigenlijk een heel beroemd plek in New York. De expositie Hotel Stories is nog tot en met 16 september te zien in het Coda Museum aan de Vossemanstraat. Het Korenfestival Apeldoorn Zingt kon het afgelopen zondag niet slechter treffen. In de stromende regen waren diverse koren te zien en te horen op 9 verschillende plekken in en rond het centrum van Apeldoorn.
Hoe is de belangstelling? Want ik heb hier nog wel mensen gezien. Ja, op zich valt het niet tegen. Ik bedoel, voor mensen die de moeite nemen om met hun paraplu te blijven staan, is dat toch, valt het mee, moet ik zeggen. Ik denk dat het in de stad, hoewel ik het nog niet zelf gezien heb, dat het wat drukker is. Omdat je natuurlijk in de koopzondag een hoop publiek in de stad is. Dus de andere podia van Apeldoorn zingt, dat zijn er in totaal 9. Daar zal best behoorlijk wat publiek rondlopen, denk ik. Hoeveel koren doen er mee dit jaar? Is dat meer dan vorig jaar trouwens? Nee, dat is meestal een vast aantal. Ik schat in een 40-tal koren. Maar in heel verschillende genres. Dus zeg maar klassieke koren, popkoren zoals dat op dit podium het geval is. Musical koren, dus heel breed wat Apeldoorn te bieden heeft. Het is zo opvallend dat Apeldoorn eigenlijk bijna een korencentrum is. Want er zijn ongelooflijk veel koren in deze regio. Ik schat iets van 115 of 120 koren. En dat is voor Gelderland en zelfs ten opzichte van de Randstad is dat extreem veel eigenlijk. De klapper van het festival was het koor Polyfonica uit Wit-Rusland. Of volgend jaar er weer een korenfestival gehouden wordt is nog maar de vraag. Volgens de organisatie valt en staat dat met de gelden die de gemeente Apeldoorn hiervoor kan vrijmaken.